De Nederlandse formatieteam Sunweb heeft zondag in het Noorse Bergen de wereldtitel op de ploegentijdrit veroverd. Het team met de Nederlandse rensters Ellen van Dijk, Lucinda Brandt, Sabrina Stolzins en Florid shemaka zitten de snelste tijd neer in een race tegen de klok over 42,5 kilometer. Team Sunweb legde het parcours af in 55 minuten en 41 seconden. De winnende formatie werd verder gevormd door de Amerikaanse Corinne Rivera en de Canadese Lea Kirschman. Voor Van Dijk was het al de vierde keer dat ze deel uitmaakten van de winnende ploeg. In 2012 en 2013 veroverde ze goud met specialist Lululemon. Vorig jaar pakte ze met Anna van der Bregen de wereldtitel met Boels Dolmans. Boels Dolmans. Met de Nederlandse rensters Chantal Blaak, Ami Pieters en Van Der Breggen in de gelederen, werd ditmaal op 12 seconden tweede. verloop Bigla uit Duitsland, dat 28 tellen toegaf op de winnende tijd, legde beslag op het brons. Halverwege de tijdrit was Team Sunweb nog 15 seconden langzamer dan Boos Domans. Dat de snelste tijd in handen had. Bij het derde tussenpunt ook de formatie van Van Dijk, al net onder de tijd van de andere Nederlandse ploeg met Duitse licentie. Later op zondag staat de ploeg-tijdrit bij de mannen op het programma bij de WK. Om 15.40 uur gaat de eerste formatie van start.